bevolking is niet eerlijk verdeeld over het aardoppervlak. Het aantal mensen per vierkante kilometer noemen we de bevolkingsdichtheid. De wereldkaart laat zien dat de bevolkingsspreiding niet gelijkmatig is. De bevolking is zelfs onregelmatig verdeeld over de aarde. En zo wonen binnen deze cirkel meer mensen dan daarbuiten. En 90% van de aarde wordt bijna niet bewoond. De randen van continenten, kustvlaktes, langs rivieren en in vruchtbare gebieden, dat zijn de plaatsen waar we willen wonen. Inzoomend op de wereldkaart zie je dat dichtbevolkte landen ook dunbevolkte gebieden kennen en andersom. Hoe is deze spreiding van de wereldbevolking tot stand gekomen? Allereerst door natuurlijke omstandigheden. Mensen wonen bij zoet water, vruchtbare bodems en in een geschikt klimaat. En vlak terrein is uiteraard ook handig. En dan de ligging. Ligt een gebied gunstig ten opzichte van economische kerngebieden en dus handelspartners? Want hierdoor neemt de stedelijke bevolking in die gebieden toe. En als laatste het koloniale verleden. Bijna overal op aarde woont de bevolking van landen die ooit gekoloniseerd waren in de kustgebieden. Maar denk vooral niet dat het spreidingspatroon van de bevolking op aarde een vaststaand gegeven is. Zo'n 250 miljoen mensen per jaar migreert. Je kunt dus geruststellen dat de bevolking steeds in beweging is en blijft. Vooral vanuit arm richting rijk of van zuid naar noord. Er zijn drie groepen migranten. Ecologische migranten zijn op drift door natuur- of milieurampen. Vluchtelingen worden sociaal-politieke migranten genoemd. Onderdrukking, oorlog en geweld zorgen ervoor dat ze aanspraak maken op een vluchtelingenstatus in rijkere en veiligere landen. En verschillen in welvaart en ontwikkelingsmogelijkheden maken dat economische migranten op reis gaan. Slechte levensomstandigheden vormen de pushfactoren, daardoor trekken ze weg, en de poolfactoren, beelden en verhalen van welvaart uit het Westen, trekken deze migranten aan. Vluchtelingen en ecologische migranten blijven overigens vaak in de buurt van hun herkomstland. Een grote groep migranten blijft binnen het continent. De Europese Unie is daar een goed voorbeeld van. Maar het gebeurt net zo goed in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. We noemen dat ook wel de Zuid-Zuid-migratie. En de grootste groep migranten blijft binnen het eigen land en trekt van platteland naar stad.